1 voor 12 kreeg op dinsdag 27 april 20 levensmiddelenpakketten van een aannemingsbedrijf genaamd Suram NV. Deze voedselpakketten werden verstrekt aan kansarmen, oftewel gezinnen die in nood verkeren. Roscoe Vismalen, bedankt aannemingsbedrijf Suram NV, alvorens wij overgaan tot het verdelen van de pakketten. Kijk en luistert u maar mee. Dankjewel Max. Laten we van hieruit aannemingsbedrijf Suram NV gelijk bedanken voor het willen doneren van de 20 voedselpakketten. We zullen dus van hieruit de pakketten verstrekken. U ziet op de achtergrond dat we alvast aan mevrouw het eerste pakket zullen afgeven en dan gaan we verder. Nogmaals bedankt aannemingsbedrijf Suram NV en we zeggen het altijd, blijf te doneren zodat we anderen ook kunnen helpen. Hartelijk dank. Ik ga alvast eentje aan u geven. Het is, u moet het hier zetten, want het is zwaar toch. En ook een zak rijst zet ik hier voor. Het is een aannemingsbedrijf en ze hebben gemeend mensen te blij te maken via 1 voor 12. Ik ben heel dankbaar, omdat ik had niets in mijn huis. Dus ik bedank de donateurs heel hartelijk. God zal hem meer dan dit geven om mensen te helpen die niet heeft. Ja, ik ben heel blij. Meneer Suram heeft het gehoord, dus ik denk dat anderen het voorbeeld van het aannemingsbedrijf Suram NV ook zullen overnemen. En dan kunnen we veel meer mensen helpen. Ja hoor, ik ben heel blij hoor dat ik heb wat gekregen om te koken. Een pakket kon je, meneer Hendrik. Het komt van een aannemingsbedrijf. Een zak rijst zit erbij en een pakket. Ja. Alsjeblieft. Ja, bedankt. We hebben 20 levensmiddelenpakketten gekregen van dit bedrijf. Okay. Dus ook eentje voor u, alsjeblieft. Oké, okay, bedankt. Bedankt meneer meneer Vismalen. Bedankt, want misref, iedereen heeft het probleem. Maar van mijn vriend om mijn breed te bedanken, Gimera. Om een woord te danken, afzalig winti, urome arki. Zo many arifzale, wat raak we voor zo. Nog bedankt, hartelijk bedankt, na vele nadisa. Mami strana, we love you. Ik ben heel blij, ik voel me heel trots. Vooral als ik u zit en u weet mijn grote broer, meneer Vismalen. Hij heeft het druk, dus hij stuurt zijn mensen, dus daarom mijn komst namens meneer Vismalen. Hij is duur geworden, mijn vriend. Hij is echt duur geworden. Geef een grote brasa voor me, voor van deze Ramadan, alsjeblieft. Een grote brasa. Ja, Jacobussen, we hebben weer een pakket voor je gebracht. Mensen zullen zich afvragen, Sang, we komen de hele tijd bij Soraya. Maar omdat we Soraya kennen, we weten dat Soraya de spullen hard nodig heeft. Dus vandaar dat we weer brengen voor Soraya. Het is een pakket en zak rijst van een aannemingsbedrijf. Dus ik hoop dat je hiermee blij bent. Ja, dankjewel. Ik bedank het bedrijf en jullie ook. Alsjeblieft. Dank.